De NV Consolidated Industries Corporation, CIC, bestaat vandaag 55 jaar en opende daarom gisteren haar nieuwe business center. Deze staat nog steeds aan de Industrieweg Noord, maar nu dichter bij de hoek van de Saramaka-doorsteek. De business center heeft tegelijkertijd ook een winkelunit waar consumenten de CIC-producten 20% goedkoper dan in de winkel kunnen kopen, verzekert directeur Kathleen Healy. De organisatie had met het design van de kantoorruimtes het gebruik van veel natuurlijk licht in gedachten. CIC probeert anders te zijn dan de gewone werkgever door niet-traditionele werkruimtes te introduceren en genderneutrale toiletten. Mensen zijn altijd welkom. Ik bedoel, uiteindelijk, CIC is van ons allemaal, is binnen van de Surinaamse gemeenschap. Mensen mogen altijd naar binnen komen. We hebben winkelunit hier, verkoopunit waarbij ze hun producten kunnen kopen. Maar wat ze kunnen verwachten van dit bedrijf in de komende 10 jaar, zijn grote dingen. Dus dit is fase 1, wat we vandaag vlak voor onze verjaardag, onze Oruyari, mochten vieren. Dat is de verhuizing naar een andere locatie voor gereedproductmagazijnen en de kantoren die support geven aan de productie, maar niet direct betrokken zijn met de productie. En op de andere locatie, een paar honderden meters verwijderd van hier, daar blijven we gewoon produceren en nu hebben we veel meer ruimte om de productiecapaciteit te verruimen. We exporteren veel, er is heel veel vraag naar ons product, niet alleen in Suriname, maar ook binnen de regio. Dus nu hebben we gewoon veel meer ruimte en dan kunnen we dat waarmaken. Dat is één. En het tweede is dat we in een nieuw segment gaan, in een ander segment. En dat komt over misschien 2 jaar. Dat zijn we nu aan het voorbereiden. Dan gaan we in de personal care, dan gaan we Surinaamse shampoos maken en conditioners en body washes. Ja. Grote plannen. CIC begon 20 jaar terug in 2002 met de export van haar zeepproducten naar het Caribisch gebied. En exporteert nu meer dan alleen maar zeep. De directeur is er trots op dat zij daarom de mogelijkheden hebben langzaam uit te kunnen breiden om meer te kunnen produceren. We exporteren onze Ozon-producten en onze Sun-producten. We exporteren dit jaar naar 15 landen. 15e land is binnengekomen dit jaar en dat was ons eerste land in Central America, Midden-Amerika. Dus we exporteren, we hebben onze eerste order gestuurd naar Belize. En volgende maand gaat de tweede order weg. Dus het gaat goed, de producten zijn goed bevallen. En voor de rest zijn onze grootste markten, Jamaica, Guyana, Saint Vincent, Antigua, Frans-Guyana zijn we in, Trinidad, noem het maar op. Curaçao zijn we in, Saint Lucia, Barbados. We zitten echt in een reeks aantal producten. We doen ongeveer voor mensen hun beeldvorming, doen we ongeveer tussen de 15 en 20, 40 voet containers in de maand. Dat we eruit pompen vanuit Suriname. Dus het gaat goed en ik ben echt bijzonder trots dat we het in Suriname doen, met Surinamers. En we kunnen het gewoon. Dus we can do it. We kunnen het gewoon zelf doen. CIC NV is onderdeel van VSH United Group of Companies en heeft meer dan 115 werknemers. Het bedrijf produceert, distribueert en exporteert Ozon, Sun, Clinol, Witboy, Tropical Bush en Lysol producten voor de Surinaamse en de regionale markt.